De meeste boeren zijn er wel klaar mee. Veel geld en energie is jarenlang gestoken om de uitstoot van ammoniak te verminderen. Met luchtwassers met speciale vloeren, door de mest te injecteren, door het voer aan te passen. Maar de uitstoot van ammoniak in natuurgebieden neemt niet af, eerder toe. Het is ook nooit goed. Toch gooit deze boer bij Raalte het bijltje er niet bij neer. Ja, wat mijn beleving daar is dat wij als sector eigenlijk nooit uitgedaagd zijn om de bron van het probleem aan te pakken. Mest niet laten rotten, dus de ammoniak niet laten ontsnappen, is volgens mij een handiger systeem als het eerst laten ontsnappen en dan de ammoniak er weer afvangen. De reden dat we een ammoniakprobleem hebben is rottende mest. Het veroorzaakt niet alleen veel stank, maar dus ook schade aan natuurgebieden. De vraag is dan, kun je voorkomen dat de mest gaat rotten? Goed, we hebben zojuist het mixsysteem van de mest aangezet. Dus de mest zit nu vol in roering. En we lopen nu de stal in om na te gaan of deze mest van goede of minder goede kwaliteit is. Erik Valk heeft een manier gevonden waarbij de mest niet langer rot, maar fermenteert. Door de hoeveelheid koolstof in de mest te vergroten. Ik ben hier nu tussen de koeien op de voergang. En ik ruik nog steeds het voer wat voor de koeien ligt, ondanks dat de mest onder deze koeien in beweging is. Wij hebben de kennis opgedaan, met name bij collega's die dit al jaren doen, die daar ook een goede boterham mee kunnen verdienen. Maar als de oplossing dan zo simpel is, waarom werkt dan niet elke boer zo? Dure maatregelen op de boerderij zijn dan niet meer nodig en de natuur krijgt eindelijk kans om zich te herstellen. Ja, hoe komt het dan dat het nog niet gebeurt? Omdat het vanuit het onderwijs nog geen automatisme is dat deze manier van boeren de nieuwe toekomst is. Wij zitten nog te veel in het naoorlogse denken van meer productie. En ik denk dat de toekomst ligt in kwaliteitsdenken, inhoud van producten en niet op massa. Ik denk dat als agrarische ondernemers in hun hart kijken, dat 9 van de 10 wel zo willen boeren, zo willen denken als dat wij denken en doen. Het is alleen de stap die je wilt maken, is best een moeilijke stap. De overheid moet de sector daarom niet steeds meer regels opleggen, maar gaan helpen om de mestverwerking op het bedrijf te verbeteren. Als ik terugkijk naar onszelf, hebben wij er 15 jaar over gedaan om te staan waar we nu staan. Een bedrijf kun je niet zo veranderen. De gebouwen staan, er zijn investeringen gedaan. Dus gun de ondernemer de tijd. Maak elkaar wijzer met de kennis die er is en laat iedere ondernemer zijn eigen beslissingen maken hoe hij zijn doel bereikt.